Ik ben Loes, ik ben fysiotherapeut bij de Zorgcirkel. Ik wilde mensen helpen, nou, dat wil bijna iedereen in de zorg. Het bewegen sprak me aan en dan vooral als je dan kijkt naar oudere mensen. Daar kun je met kleine dingen heel snel effect halen en dat zorgt er gewoon voor dat je snel of resultaat hebt of iemand tevreden hebt. Mijn dag begint met koffie. Start ik de computer op en kijk naar de mail die is gekomen, wat mijn collega's de dag ervoor zijn tegengekomen, waar ik nog eventueel achteraan moet. Vaak een stukje administratie dan, omdat de cliënten vaak nog niet wakker zijn. En dan wisselt het of ik heb mensen hier in huis die ik behandel, of ik mensen van buitenaf komen bij mij om te behandelen. En dat gaat eigenlijk de hele tijd door tot aan het eind van de dag. Het mooie van werken hier bij de Zorgcirkel is gewoon dat we heel veel samenwerken, ook met onze collega's, niet alleen van je eigen discipline, maar ook met de ergo en de diëtisten, logopedisten, specialist oudergeneeskunde, maar ook de psycholoog. En die kun je allemaal bij elkaar vinden, dus dat werkt erg prettig en met korte lijntjes. Voor mij is het werk uniek omdat je in situaties komt waarin mensen heel kwetsbaar zijn en dat jij een helpende hand kan bieden.